Ooh. Mm-hmm. Hi, kijk eens wat ik hier heb. Ik heb een mooi doosje meegenomen. Het ziet er een beetje gekleurd uit en een beetje glimmend aan de bovenkant. Het is misschien al wel een paar jaartjes oud. Ik ga daar even in kijken. Oh. Nou, ik word er wel een beetje nieuwsgierig van hoor. Dit doosje heb ik ergens gevonden. En toevallig las ik laatst een boek waarin een jongetje ook iets vindt. Iets van vroeger. En dat is dit boek. Er lag een trommeltje in het gras. Hier zie je het trommeltje liggen. En hier zie je Sebas. En Sebas vindt dat trommeltje. Maar dat trommeltje is al heel oud. Nog veel ouder dan dit mooie doosje. En Sebas die gaat er in het verhaal achterkomen wat er met dat trommeltje aan de hand is. Er lag een trommeltje in het gras. Maar daarvoor zat het trommeltje in de tas van Sebas. Want Sebas is het trommeltje dus verloren. Maar voordat Sebas het trommeltje had, was het trommeltje van een oude mevrouw. En die mevrouw, dat is oma Lien. Hier zie je oma Lina. En vroeger heette ze gewoon mevrouw Lien. En toen ze een meisje was, heette ze gewoon Lien. En toen ze nog een klein meisje was, toen zag ze er zo uit. En toen noemden de mensen haar lieve Lientje. En zo zie je heel mooi hoe die mevrouw er vroeger uitzag. Nou, in dit verhaal hoor je hoe dat nou allemaal is gegaan met dat trommeltje wat dus in Sebas zijn tas zat. Ben je benieuwd geworden? Lees dit boek, geschreven door Edward van de Vendel en tekeningen van Sanne Teloo.